Dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe video van de Wrexham Career Mode serie. Vandaag gaan wij proberen plek 1 te pakken. Althans, laten we hopen dat we over 4 wedstrijden eerste staan. We gaan over 2 wedstrijden de stand erbij pakken, even evalueren hoe het daadwerkelijk gaat. En aan het einde van de video nog een keer. Want zo hebben we elke keer 2 wedstrijden gehad en kan er genoeg veranderd zijn in zo'n stand. Oké, gaan we beginnen tegen Stefanić. Die hebben nog maar iets van 8 punten en die staan redelijk onderaan binnen de competitie. Dus ze stellen best wel teleur. Wrexham daarentegen doet het best goed. Nog niet heel erg goed, want we hebben gewoon een selectie wat dik eerste moet worden. Maar goed, we hebben altijd problemen, net als vorig jaar. Oké, let's go! Zou vast een reden moeten zijn waarom Stefanić zo ver laatste staat. Maar dan moet ik er wel bij vermelden dat dat weinig zegt. Want iedereen zit in de competitie dicht bij elkaar. Ik vind het best jammer dat ik dat moet zeggen. Want we hebben best wel goed ingekocht. Vorig seizoen vooral. Dit jaar hebben we in de verdediging redelijk wat versterkt. Zoals ik vorig jaar ook al zei, was dat ook nodig. Ik heb het gevoel dat het ook wel werkt. Want we zaten eerst al op heel veel tegengoals. We zijn nu niet het slechts verdedigende ploeg. Dus dat is al gewoon een upgrade. Want we waren natuurlijk vorig jaar de slechts verdedigende ploeg. En het best scorende ploegje. Daardoor zijn wij ook uiteindelijk wel redelijk dik kampioen geworden. Aan de andere Sanchez niet goed. Ja, Mullin heeft de bal. Mullin heeft natuurlijk moeite gehad om te scoren. Maar hij lijkt na de vorige video eindelijk op schot te raken. Want het was echt tijd om Aboubakar erin te gaan doen. Om hem zijn kans te geven. Maar toch heb ik vastgehouden aan Mullin. Omdat ik weet dat hij het kan. Want hij heeft het vorig jaar natuurlijk bewezen. Alleen ja, hij kwam er nog niet lekker uit. Maar nu uiteindelijk wel en scoort Mullin direct. En is het 1-0 voor Wrexham. Nou, hij zit er ook best wel goed in, hè. Een keeper. Ja, maar dit is voor een keeper heel moeilijk, 1-1. Hij kwam goed uit. Alleen, we moesten niet te lang wachten. Anders is zijn doel natuurlijk goed verkleind. Maar in dit geval ging het goed. En scoort Mullin dus in de 12e minuut de 1-0. Vaak kunnen we er bij dit soort teams dan ook vol overheen. Want je merkt bij clubs die onderaan staan dat ze daarna gewoon gebroken alweer zijn. Dan zijn ze mentaal helemaal de weg kwijt. Gaan ze risico's nemen. En die risico's lopen vaak uit op 2-0. Maar ook wel eens op 1-1. Er is zelfs een voordeel. Dus hij heeft de keeper belaagd. Tja, dat gebeurt eenmaal in het voetbal. Afif. Mooie actie. Akram Afif. Kan hem geplaatst proberen binnen te schieten. Ja, dat wilde hij ook. Alleen hij gaat niet in de goal. Dus dat is weer een beetje jammer. Maar helaas. Oké, ja, Afif. Pasen, goed zo. Op Sanchez. Op Sanchez. Afif. Ja, en dan begint het een beetje gebreid te worden. Ja, en dan is het wel snel klaar. Oké. Stefanić wil risico's nemen. Alleen iets te veel risico's. En daar loopt dan ook weer Mullin. En zo staat het 2-0. Mullin wil heel graag Sanchez van de troon stellen. Want Sanchez is op dit moment natuurlijk de topscorer van de competitie. En eveneens ook clubtopscorer. Alleen stond Mullin er niet heel ver vanaf. Nou ja, nog wel een paar goals volgens mij. Maar goed, hij loopt aardig in op Sanchez. Sanchez die de laatste tijd iets minder scoort. Maar dat is ook geen ramp. Het is een 10 positie waar hij op speelt. En een jeukspeler. Ja, hij is sowieso al doorgebroken. Hij heeft dit Wrexham al zo naar zo'n grote hoogte geschoten. En ook Mullin, hè. Want die heeft ons vorig jaar gewoon richting promotie geschoten. Zo staat het 2-0. En kunnen we in ieder geval zeggen dat we moeten proberen die 0 vast te houden. Is voor de keeper ook lekker en voor de verdediging ook. Maar ja, dat is niet zo makkelijk. Ik kan niet rennen. Oh. Oh. Ja, weergeven op Mullin. Even. Nou, oh, dit is een beetje jammer dat dit fout gaat. Afif dan. Afif. Nou, nee. Zat helemaal geen venijn in het schot. Maken. En vaak gaat dat dan wat fout. Omdat zij niet hele goede kwalitatieve spelers hiervoor hebben. Gaat er net niet in. Oh, de keeper had hem nog gered. Ik dacht dat hij hem gewoon zelf naschoot. Oh nee.
Nee, gelukkig, want hij kwam daar even helemaal vrij. De verdediging was hem totaal vergeten. Oeh, klote. Het wordt sowieso geel en weer een onnodige kaart. Ja, maar die keeper is wel goed bezig. Maar Stefanić begint opeens een beetje aan te dringen in de slotfase van de eerste helft. Op zich is dat geen ramp, maar ja, nou ja, nu wel. Het gaat allemaal net goed. Waarschijnlijk was dit gewoon opnieuw een corner, maar de scheidsrechter vindt het genoeg geweest. En we gaan gewoon door in de tweede helft met dezelfde selectie. De selectie moet gewoon weten dat het beter moet. Ook het doelsaldo, hè, is gewoon belangrijk. En op dit moment krikken we dat nog niet echt omhoog. Oh, Vief is te hard ingespeeld, dacht ik. Oh, wat een mooie actie. Afif op Sanchez. En dan is het even kijken wie er kan gaan uithalen. Corona voor het schot. En toch weer een corner. Begint Wrexham toch weer goed aan de tweede helft. Wrexham heeft alleen laten zien daar vorig jaar redelijk sterk in te zijn. Dit jaar iets minder. Maar daar is, komt dan iemand helemaal vrij. Het is weer corona. En weer gaat de bal er niet in. Nu komt de bal iets hoger. En dan wordt hij opgepikt. En dan is er een beetje drama achterin. En weet Stefanić de bal uiteindelijk uit te schieten. Maar ja, dan is het gevaar nog steeds niet weg. Want er ligt nog steeds heel veel ruimte daar. Maar ja, dan wordt er niet goed mee omgegaan door Wrexham. Ook omdat het gewoon veel te veel wil aanvallen nu. Ze laten Wrexham vooral gewoon met het balbezit klooien. En ze zien het wel. Ah, jammer. Sanchez net iets te laat met de loopactie. Maar dan hadden we niet die tweede paas hoeven te geven. Er ligt daar ruimte! Ja, en dan gaat Stefanić alsnog een doelpunt maken. Ongelooflijk. 1-2. 78e minuut. Toch weer een tegendoelpunt voor Wrexham. Ja, en dat maakt het toch wel weer jammer. En vaak komen we dan ook weer in een dip in de wedstrijd. Kan Stefanić zomaar de 2-2 gaan maken waarschijnlijk. Maar ja, Afif, die komt hier altijd wel lekker vrij. Alleen dan is het de vraag wat hij er vervolgens mee doet. Ja, niet veel. Want hij krijgt niet weer een aanspeelmogelijkheid. Dit is ook weer dom. Alvarez had die bal gewoon moeten koppen. Maar goed. De bal blijft in bezit van Wrexham. Alvarez op afgeven. Och, schitterend binnengeschoten zeg. Weer Mullin. Een hat-trickje. Mullin schiet eindelijk Wrexham weer richting 3 punten. Schitterende wedstrijd. Van Wrexham wil ik iets zeggen. Maar wel voor Mullin. Want alles wat hij aanraakt verandert op dit moment in goud. Alvarez mag hier ook zeker geprijsd worden. Want zijn actie is ook fantastisch. Ondanks dat ik nog steeds van mening ben dat hij die bal had moeten koppen. Maar goed, daar hebben we het niet meer over. Er is gescoord. En dit is voor Stefanić de dooddoener. En zo is er gewoon geen hoop meer voor de thuisploeg. En schiet Mullin. Wrexham richting de overwinning. Jongens, waar moeten we heen? 88ste minuut wedstrijd. Wrexham op zoek naar een vierde treffer. Maar ja, die gaat er niet zo komen in ieder geval. En zo gaat Wrexham winnen. Maar de vraag is nog met hoeveel en met hoeveel man. Nou, het kan zomaar nog een tweede tegentreffer gaan worden. Nee, dat wordt het niet. Wrexham de bal weg. En dan is er een overwinning. 1-3 voor de ploeg van Pochettino. Toch weer een overwinning in een uitwedstrijd. En zo weer een geweldige wedstrijd van deze Paul Mullin. Hij schiet zich weer verder in de topscorerslijst omhoog. Dames en heren, ik wil jullie graag weer bij de volgende wedstrijd zien. Vandaag staat Wycombe bij Wanderers, komt op bezoek in Wrexham. Je hebt niet genoeg spelers. Ja, nee, dat klopt, want er zijn weer interlandperiodes. En ja, ook die raken onze selectie niet zo heel hard nu. Twee verdedigers zijn weg en één aanvaller.
Ajax zijn er 3 verdedigers weg. Want ook degene die we eigenlijk hadden aangekocht heeft blijkbaar interlands. Dus 3 verdedigers weg, 1 aanvaller. En voor de rest valt het allemaal wel mee. Is de selectie redelijk intact gebleven. Dus daar kunnen we zeker tevreden mee zijn. En dan kunnen we kijken wat we kunnen tegen de nummer 7. Dus dit wordt een best wel grote test voor Wrexham. Maar ja, op papier nog steeds een betere selectie. Trouwens, Sanchez is niet op interlandperiode, maar heeft rust nodig aangezien die redelijk vermoeid oogde. Afif is wel weg, maar daarvoor hebben we Bukari in de basis staan. Ook Bukari hoorde een basisspeler te gaan worden. Viel uiteindelijk redelijk tegen, maar uiteindelijk zorgt hij wel al voor de eerste kans van de wedstrijd. Kunnen we dan direct een corner gaan binnenkoppen voor het eerst dit seizoen? Nou, bijna wel zeg. Bijna al de 1-0 voor Wrexham. De nummer 7 geeft op dit moment in de derde minuut nog niet thuis. En Heden, kan hij de bal binnenkoppen? Ja, nou, in ieder geval naar een speler koppen. Daar blijft het ook in ieder geval op dit moment bij. Wordt hier niet verrast. En daardoor kan Wrexham oppikken via het middenveld. En ook al direct meelopen. Waarheen? Ja, ik had dit niet zien aankomen. Ik had verwacht dat iemand ging doorlopen daar. Maar alsnog weet Mullen de bal te veroveren. Een goede paas wou ik zeggen, maar nee, toch niet. Uiteindelijk komt daar iemand helemaal vrij. En die schiet hem niet binnen. En dan in de rebound gaat hij er wel in. Het is Corona die zorgt voor de 1-0. Voor de ploeg uit Wales. En we zijn ook in Wales trouwens. In Wrexham. En zo staat de ploeg er geweldig voor van Pochettino. Ja, veel beter. Begonnen aan de wedstrijd. Veel beter in de wedstrijd vind ik nog te vroeg om te zeggen. Aangezien we nog maar 9 minuten bezig zijn. Maar dit is toch wel een klap zeg voor de nummer 7 van de competitie. En op dit moment staan hun 11 punten achter de ploeg van Pochettino. Want het waren er 8. En als deze overwinning natuurlijk echt daadwerkelijk een overwinning wordt. Worden het er 11. En dat zou natuurlijk wel een enorme klap zijn. Jesus Corona nog maar met 3 goals. Maar ja, wel 3 belangrijke treffers. Wajao Kambe moet dus gaan reageren. En dat doe je door risico's te nemen. En zijn dat risico's wat geen tegendoelpunt gaat opleveren? Of zijn het risico's wat zelfs een doelpunt misschien gaat opleveren? Ik wou zeggen, voordeel niet meer gegeven, maar toch wel. Nou, Wrexham wordt hier verrast. Maar het is de keeper die redding brengt voor de ploeg van Wrexham. En oh, dit is dan weer niet goed gedaan. Ja, daar is de goal wil ik zeggen. Maar hij komt niet voor de man. Zo komt Wajao Kambe ook zeker wel in de wedstrijd. Alleen neemt het ook risico's. En risico's, ja, dat kan ook zomaar een 2-0 gaan opleveren. Nou, ja, Bukari wordt niet gedekt. Sanchez heeft geweldig overzicht op Bukari. En die schiet de 2-0 binnen van deze wedstrijd. En zo 10 minuten bijna na de goal van de 1-0 vliegt de 2-0 er ook in. Wajao Kambe neemt risico's. En die risico's beloonden zich bijna. Maar daar is dan toch Wrexham met de 2-0. Ja, slecht verdedigd. Slecht verdedigd. Bukari mag niet zomaar binnenschieten. En dat doet hij toch. Geweldig overzicht wel. 2-0. Hatsikide. En dan is het weer voetballen geslagen. Bukari met zijn snelheid. Loopt eventjes door de verdediging heen. Alleen ja, dan heeft hij snelheid. En dan ben je ook snel de ballen kwijt natuurlijk. Hatsikide. Sanchez met de bal. En dan afgeven. Mullen afgeven. Ik bedoel, sorry. Mullen nu aan de bal. En dan kan Mullen de 3-0 gaan maken. Nee hoor, hij geeft hem af. Dan is het Andersen die er 3-0 van maakt. Ook een jeugdspeler. En zo schittert Wrexham werkelijk waar tegen de nummer 7 van de competitie. Nogmaals gezegd hè. Want dit is gewoon een grote test. En ik maakte me nog zo zorgen omdat we interlandperiodes hadden. Nou, het is blijkbaar stress om niks. Mullen die het overzicht heeft op Andersen en hem even goed legt op zijn goede been. En dan gewoon even de 3-0 binnenknalt. Kan allemaal natuurlijk. En zo wordt de verdediging van Wajao Kambe totaal verrast. Ja, en beginnen ze weer dramatisch aan een aftrap. Alleen is het even de vraag waar naartoe. Ja, nergens naartoe.
35e minuut wedstrijd. Al zo vroeg in de wedstrijd 3-0 voorstaan. Dat moet een klap zijn voor een tegenstander. Maar daar gaat Mullin. Ik bedoel, daar gaat weer die Andersen. Oh nee zeg, hij prikt hem naast. Weer een grote kans voor Wrexham. Opnieuw druk zetten. Ja, en dat druk zetten wordt beloond. Sterker nog, daar is Sanchez weer op het middenveld. Mullin. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. 4-0. Wrexham geeft een voetballes aan Wycombe. En de keeper kan het niet geloven, want zijn ploeg stond nog helemaal niet op veel tegengoals. Maar Wrexham zorgt wel voor die veel tegengoals. Mullin lijkt hier slecht aangespeeld te worden, maar de keeper komt als een kamikaze keeper uit. En zo staat het 4-0. En Mullin, ja, die schittert. Opnieuw. Het gaat elke keer mis vlakbij een aftrap. Nou, hier ook had het zomaar weer mis kunnen gaan. Gaat het nu nipt goed? Ja, dan hebben we ze wel wat meer mensen voor de bal, wil ik zeggen. Maar dan gaat dat weer niet goed. En er opeens weer veel man van Wrexham voor de bal. Alvarez, als hij dit goed doet, dat doet hij niet. Het is een 4-0 voorsprong waarmee wij gaan rusten. En dat betekent ook dat er bepaalde spelers rust gaan krijgen. Aboubakar erin. Davies erin. Mandy erin. Bukari houden we erin. Corona gaat het veld ruimen. En zo hier en daar wat wijzigingen dus. Zo, beginnen ze weer fantastisch aan de tweede helft. Weer balverlies. Ja, en daar zouden we elkaar. Dat is een hele andere spits dan Paul Mullin. En het is 5-0. Ongelooflijk. Wat een dramatische start, zeg, van de uitploeg. En die hebben zichzelf nu echt uit de wedstrijd gespeeld. Voor zover ze dat natuurlijk al niet hadden gedaan. Want ze hadden al weinig kans tegen dit Wrexham. En dan staat het ook nog even 5-0. Je krijgt gewoon voetballes. Dit is weer zo'n opleving van de ploeg van Pochettino. En laat toch maar weer zien dat het veel kwaliteit heeft ingekocht. En ook Aboubakar laat zien waarvoor hij hier is gekomen. Om goals te maken en niet om op de bank te zitten. Pochettino laat zijn ploeg weer geweldig voetballen. Ook na rust. Ja, en hier weer dom balverlies. En dan gaat het snel. Dan is het heel snel rondpasen. En dan loopt daar Barnett vrij. Als Barnett dit ziet, dan kan Aboubakar voor zijn tweede gaan. En dat doet Aboubakar ook. Het is 6-0. Gaan we dan de grootste overwinning meemaken van Wrexham dit seizoen? Daar hou je opeens rekening mee. En Aboubakar komt zomaar weer de topscorerslijst binnengevlogen met zijn 6e goal volgens mij van dit seizoen. Ongelooflijk. En zo gaat Wycombe een enorme daal maken in het doelsaldo. En dat kan ook zomaar in de ranglijst cruciaal gaan worden. Ja, en weer Davies met de bal. Weer de Davies die een fysiek duel op dat middenveld wint. En dan is het voor Barnett even zoeken. En dan vindt hij Davies. En dan is dat weer Aboubakar. En dan krikt hij bijna de 7-0 binnen. Op de paal geschoten door Wrexham. Maar het is nog niet klaar, want daar is Davies weer. Het is een overtreding. Wrexham. Oh, weer een overtreding. Ik wou zeggen, uit het niets komt hij bijna een doelpunt. Maar viel mee, want volgens mij ging de bal anders ook naast. Alvarez, voor het eerst dat de wissels de ploeg niet slechter maken in een wedstrijd. En als je de bal geeft op Aboubakar is het 7-0. Ongelooflijk wat wij hier te zien krijgen, zeg. Ik denk dat we binnenkort met een twee-spitsen systeem gaan werken. Want we kunnen niet meer om deze spits heen.
geeft zijn visitekaartje toch af, hoor. Binnen een kwartier. Een hat-trick. Nee, binnen 18 minuten, sorry. 7-0. Ongekende statistiek hier, oh. Weer de overtreding. Verbaas me dat er nog een gele kaart is gegeven aan Wrexham. Want dit is al een zesde overtreding of zo in deze wedstrijd. We willen gewoon die nul houden. Dan kan zo'n Barnett kan weer bijna dat hele middenveld overlopen. En dan loopt zo'n Aboubakar weer helemaal vrij. Ik snap dit niet. Ik snap dit echt totaal niet. En heel veel tegenstanders hebben... Twee tegenstanders hebben gewonnen. Drie wisten gelijk te spelen. En het is de nummer 7 die zelfs de nummer laatst maakt. Het was nog moeilijker. Vertel mij de logica. Het is hier gewoon 8-0. Aboubakar met z'n vierde. Met z'n vierde treffer. We kunnen ze wel bijna de hele tweede helft laten zien. Barnett ziet weer Aboubakar. Krijgt weer alle ruimte. Andersen dit keer. Andersen had ziek idee. 9-0. En die 10 die gaat eraan komen. Je voelt het aan alles. Volgens mij gaat Wrexham voor het eerst de dubbele cijfers halen. Het is ongelooflijk wat het publiek hier te zien krijgt. Het is 9-0. Aboubakar schrijft ook nog even een assistje op zijn naam. Ja, daar ligt ruimte. Als Wajan Kombe dit goed uitspeelt, dan kon het een doelpunt zijn. En dat had nu alsnog gekund, maar gaat er niet in. En zo staat het nog steeds 9-0. In ons voordeel. Eigenlijk best triest om te zeggen, maar goed. Alvarez. Oh, wat een klote bal weer. Bukari afgeven op Aboubakar. Ja, jongens, dit kan niet. Dit kan niet op dit niveau. Dit kan absoluut niet op dit niveau. 10-0. De dubbele cijfers. Ongelooflijk. Wat krijgen wij hier te zien? Dit is een legendarische wedstrijd. Die Wrexham nooit meer gaat evenaren. 10-0. We laten maar zien wat we hebben ingekocht, zeg. Ongelooflijk. En ik zie de reacties al. Onrealistisch. Ik snap jullie reacties. Maar kijk wat voor team we hebben staan. Dat is veel te goed voor deze competitie. 10-0. En de keeper van Wajan Kombe, die zakt in. Die staat in zak en as. Je ziet alles vliegt erin bij die keeper. Alles. Zo onzeker in deze wedstrijd. Dat is letterlijk, het slaat nergens op. Ik weet niet eens wat voor speler we te zien krijgen nu. Bukari 11-0. En Bukari gaat naar zijn vriend toe. 11-0. Wat wij hier te zien krijgen is werkelijk waar ongelooflijk. En dat zeg ik al zo vaak in deze video. Maar het is ook werkelijk waar niet te geloven. Want hoe de fuck staat het hier 11-0? In de tweede helft is het een doelpunt te gaan regenen. Letterlijk doelpunt te gaan regenen. De wissels hebben dit team serieus wat gebracht. Voor het eerst. Nou, kijk, weer gaan ze dan mooi voetbal spelen. Nou, in dit geval gaat het dan goed. Nee, ongelukkig. En dan moet je hem wegtackelen. En dat lukt. Een ingooi houden we er tegenover. 5 minuten extra tijd. Dat is ook wel de grootste extra tijd wat ik volgens mij ooit heb meegemaakt. Ja, en dan kunnen we daar naartoe sprinten, wou ik zeggen. Ja, en dan vliegt hij er voor de tegenstander nog in, wou ik zeggen. Maar nee, dat zo'n feest is het niet. Maar de bal wordt niet goed weggewerkt. Dan kan Wajan Kombe nog steeds proberen te scoren. Dat kan nog steeds. Nou, nu niet meer. Aboubakar ziet het. 11-0.
Ongelooflijk. Wat een evenaring van de grootste score in League One. Dat was 13-0. Een evenaring is het niet. En ook niet verbroken. Maar wel dichtbij. Deze komt sowieso in de boeken van de League One. De grootste overwinning daar is 13-0. Maar ongelooflijk. Aboubakar, 11-0. Ongekende statistieken. We gaan natuurlijk de stand doornemen. Nou, daar gaan er grote sprongen maken. We gaan grote sprongen maken. Trouwens, Charlton Athletic stond al niet meer eerst er vooraf gaat aan de wedstrijd. Als die weer hebben verloren, ja, dan gaat het niet zo lekker. Aboubakar is natuurlijk niet tevreden, want hij heeft een belangrijke rol. Maar gelukkig is hij nu wel blij. Ja, het was duidelijk de underdog, toch? Broer van, we hebben fantastisch gevoetbald. En zo is Pochettino ook weer de pers te woord gestaan. En dan spelen we straks de kraker in de League One tegen Charlton. Want Charlton heeft gelijk heeft verloren. Alweer. Want dat betekent dat we een punt ten opzichte van hun komen. En sterker nog, de leiding pakken in deze competitie kan ook nog steeds. Want Plymouth heeft opnieuw gelijk gespeeld. Die hebben nog niet weten te verliezen. Maar volgens mij hebben ze nog niet tegen ons gespeeld. Of juist wel. En dan hebben we toen ook gelijk gespeeld. In ieder geval, ja, dat doelpunt de saldo. Ja. En we zien opeens ook dat Waya Kombe gezakt is van plek 7 naar plek 11. Ja, en ze staan opeens in een minddoelsaldo. Ja, dat doet ze gewoon enorm pijn. En sterker nog, ze kunnen nog hard gaan dalen. Stevanage heeft weer eens gelijk gespeeld. Nee, heeft helemaal nog niet meer gewonnen sinds de wedstrijd geleden tegen ons. En ze stonden niet laatst in de competitie. Dat is Leeton Orient met 6 punten uit 15 wedstrijden. Oké, laten wij opgaan naar de volgende wedstrijd, dames en heren. En eens kijken of we kunnen winnen van Charlton Athletic. Want dan kunnen we zomaar een sprong maken als Barnes die verliest naar plek 2. Het is zover. Het is matchday tegen Charlton Athletic. Charlton wat natuurlijk het respect krijgt van Pochettino. Maar ik denk Charlton ook. Want die hebben natuurlijk ook gezien dat Wrexham enorm heeft uitgehaald in de competitie. Maar liefst 11-0 gewonnen van Waya Kombe. Ja, en die zijn opeens hard gedaald. Dat kan Charlton niet lang genoeg duren. Want ja, Charlton dat gaat ook niet lekker. De supporters hebben er in ieder geval zin in deze kraker. Maar ja, Charlton op papier, ja, is het gewoon een slechte reeks begonnen. En is het opeens van een ongeslagen ploeg met alleen maar overwinningen naar best wel wat verliespartijen gegaan. En dan krijg je ook nog eens het in vorm Wrexham op bezoek. Wat alweer 2 wedstrijden op rijtje heeft gewonnen. Want ja, MK Dons wist natuurlijk voor het laatst te winnen. En dat was in de vorige video aan het einde. TV deed. Maar toch weer de bal. Afgeven aan de zijkanten. En daar staat Afif vrij. En die knalt hem binnen. Wrexham op voorsprong. Uit in Charlton. 1-0 door Akram Afif. Ja, Afif die stond hier ook gewoon gruwelijk vrij. Die moest nog even de bal goed leggen. Dat duurde even. Maar niemand van Charlton die ingrijpt. En zo komt Wrexham ook opnieuw in vorm tegen Charlton. En Pochettino natuurlijk tevreden. Want die weet dat Barnsley op dit moment op achterstand staat. En daardoor Wrexham momenteel tweede staat. Het is 0-1. En dat is een godswonder dat Charlton nog in de wedstrijd zit. Ja, daar is Charlton! 1-1! Oh, 50 carrière-overwinningen inmiddels voor Pochettino. Maar dat kan hem geen flikker schelen. Het is 1-1. Charlton komt uit het niets op gelijke hoogte. Ja, dit is de thuisploeg en zo 1-1. Thuispubliek wordt natuurlijk knettertje gek. Want ja, die zagen het al voor zich. De 0-2 hing in de lucht. En niet de 1-1. Maar ja, dit maakt voetbal een klote sport, maar ook weer mooi. Autosport zeg, want Mullin loopt helemaal vrij. En normaal knalt hij ze binnen, maar nu niet. Oh, het is nog wel een corner. Dit is een beetje slordig van Charlton Athletic. Enorm slordig gedaan. Keepertje, och, keeper. Waarom kom je niet uit? Ja, hij komt wel uit, maar hij twijfelt. Ja, en dan is het Mullin die eindelijk een bal binnenkopt. 1-2. En zo beginnen de corner varianten eindelijk wat gevaarlijker te worden. En zelfs nu beloond worden in een goal.
Oh, die keeper van Charlton, die zal nu wel helemaal uitgescholden worden. Want jongens, wat doen jullie? Ja, die man op de lijn is ook dronken volgens mij. Want die doet alles, behalve het goede. Een goal voor Wrexham dus. 1-2. Goeie paas. Mooie paas. En dan opeens kan je Mullin wegsturen. Ja, en die draait hem even goed naar zijn been. Had ziek idee. 1-3. Het thuispubliek wat nog eventjes kon juichen, kan nu weer huilend op de stoel gaan zitten. Want het is Wrexham wat doet wat het hoort te doen. Mullin die zijn tweede maakt van deze wedstrijd. En op de nummer 2 positie komt van de topscorerslijst. Ja, ongelofelijke statistieken zet Mullin hier weer in de afgelopen paar wedstrijden. Dan scoort hij erop los. Is het 1-3. En Wrexham met een... Ja, hun doel zouden waarschijnlijk nog wel gaan verbreken. Want het was 100 plus in League 2. Ja, en dat kan in League 1 zomaar eens gaan verbeteren. Maar dat is logisch, hè. Want de ploeg is ook verbeterd. Het is gewoon een championship waardige ploeg. De bal gepaast. Had ziek idee. Sanchez ingespeeld. En dan gaat het weer hard. Dan is Wrexham zomaar weer aan de kant van de tegenstander. Sterker nog, daar is de bal op Corona. Ja, die wil een actie maken, maar dat gaat fout. Maar Mullin krijgt alsnog de bal. Alleen ja, die krijgt de bal niet bij Afif. We gaan rusten met een stand van 1-3 in het voordeel van Wrexham. We gaan niet wisselen. Dat doen we later misschien wel in de tweede helft. En zo staat Charlton dus opnieuw op verliezen. Mullin loopt daar helemaal vrij. Is daar ongedekt weggekomen. En Sanchez hier... Oké, 1-4. Het is geen goal van Sanchez. Het is een eigen doelpunt, denk ik. Het is toch een eigen goal. Wat is dit voor doelpunt? Ja, de keeper kan het ook niet geloven wat dit voor goal is. Mullin, die ziet geen mogelijkheid om te schieten. Sanchez wel. Ja, die bal gaat er via de verdediger van Charlton in. Van Charlton Athletic. Rare bal. 1-4. Nou, het is wel, hij wordt gegeven aan Sanchez. Vind ik niet helemaal eerlijk, want de bal was er anders denk ik nooit ingegaan. Nou, nu is het helemaal klaar, toch? Sanchez, 1-5. 1-5. Charlton Athletic, toch? Wat laten jullie je toch weer kennen? Ja, er bestaat zelfs politie voor het uitvakken. Het is volkomen logisch, want zelfs het publiek in Charlton geloofde niet in deze wedstrijd. Stadion niet uitverkocht. Hebben ze normaal wel. Alleen Wrexham is gewoon zoveel beter dan Charlton. Dat zelfs Wrexham het stadion niet uitverkocht weet te krijgen. 1-5. Oh nee. En diezelfde Sanchez gaat er met rood vanaf. Oh. Wat een oliedomme overtreding. Denk frustratie omdat hij nog een hat-trick heeft gemaakt. Doet dit heel netjes. Costa dendert het netjes door. Chavez, die krijgt ruimte om te schieten zeg. 1-6, ondanks de rode kaart. Laat Wrexham van zich zien. En dan is het zelfs de middenvelder. Ja jongens, dit kan niet. Wat is dit joh? 1-6. We hadden het net nog moeilijk tegen Stefanic. Die fucking 1 na laatste staan. Is dit dan de downfall van Charlton en Wycombe waar we net tegen hebben gevoetbald? Ja, er komen gewoon geen wissels in de wedstrijd. Mullin die hem nog even goed klaar probeerde te leggen, maar dat gaat niet goed. En zo gaat Wrexham opnieuw een ruime overwinning boeken binnen deze competitie. Wat toch wel raar is. Want Wrexham had het zo moeilijk in de competitie. Wist niet ruim te winnen elke keer. En nu gaat het opeens als een tiener hier. En scoor je zelfs nog de 1-7.
Ja, het gaat razendsnel gewoon. En zo heeft Wrexham in de tweede helft geen Spanen heel gelaten van Charlton Athletic. Ondanks een rode kaart wint het en heeft Mullen weer een hat-trick binnen. En dan strooit hij met hat-tricks. Ja, het is ongekend. Op naar de volgende wedstrijd. Dames en heren, welkom bij de laatste wedstrijd van deze video. AFC Wimbledon tegen Wrexham. Ja, op papier een weer een overwinning voor Wrexham eigenlijk. Want Wimbledon en hetzelfde geldt voor MK Dons. Die begonnen hartstikke goed aan de competitie. Samen met ons natuurlijk, want wij zijn met z'n allen gepromoveerd. Maar uiteindelijk zijn die twee weggezakt. En zijn alleen wij de enige nog die het als enigste goed doen van de promovendussen. Dus ja, eens kijken of we kunnen winnen van dit kwakkelende Wimbledon. En Plymouth 38. Daar is de goal. Het is 1-0. 1-0 voor Wrexham. Wie deze maakt, geen idee. Het is in ieder geval 1-0 door een middenvelder. Geen idee wie dit is. Hij zou niet al te vaak spelen, denk ik. Ja, het is Davies. Eindelijk scoren. Nee. Keeper van Wimbledon duidelijk boos. Pochettino wacht nog rustig af. Zodat die bal eindelijk een keer binnenvliegt. Nu dan Sanchez. He he. 2-0 voor AFC Wrexham. Vlak voor rust scoort Sanchez de 2-0. En zo lijkt het erop dat Wrexham het alsnog weer goed gaat doen dit seizoen. Nou ja, dat leek het al op. Maar we ongeslagen blijven in deze video. Want het zag er nog heel erg naar uit dat Wimbledon dan weer ongelooflijk snel de 1-1 zou gaan maken. Want ja, omdat het zo lang 1-0 bleef. Corner. Davies. Davies houdt de bal. Davies speelt de bal toch helemaal zich uit. Zo is het ruststand. 2 tegen 0. Gaan wij wel eventjes wisselen. Bepaalde spelers hebben een belangrijke dingen in hun contract staan. En daar moet wel aangehouden worden, vind ik. Ik ben wel zo iemand die contractafspraken wil nakomen. Van niet iedereen kan dat altijd. In balbezit. Bukaria, die is rap. Die is ook fris natuurlijk. Oh, die rampt hem ook nog even binnen, zeg, in de 53ste minuut. 3-0. En zo gaat het natuurlijk redelijk hard voor Wrexham. En nou ja, vooral voor de ploeg van Pochettino. Ik denk dat een grote naam als Pochettino, en dan ook nog best wel grote namen qua vrije transfers kan halen. Ja, want je moet binnen zo'n ploeg moet je waarde opbouwen. Nou, ik dacht van ik haal direct Chavez. Want als we dan die misschien, als hij niet groeit zoals ik wil dat hij groeit. Zoals de vorige FIFA. Ja, dan kan die gewoon mooi verkocht worden. Maar hij groeit nog best wel hard. Afif. Komt nog een keer naar binnen. 4-0. 61ste minuut van de wedstrijd. Is het Akram Afif die er 4-0 van maakt. Gaat niet zo makkelijk als andere wedstrijden. Maar dat is ook alleen maar goed. Zo staat het 4-0 voor Wrexham. Aboubakar op Afif. Oh. Ach, het is ook nog 1-4. Wrexham laat het wel weer zich van de slechte kant zien qua verdediging. Je geeft de hele wedstrijd niks weg. En dan scoren we. Dan is het weer één keer niet opletten. En dan scoort Wimbledon weer direct. Ongelooflijk. Hoor. Bukari is nog fris. Nou ja, niet meer, maar was fris.
Maar ten opzichte van de mede-tegenstander moet hij gewoon meer snelheid hebben. Dit is een overtreding. Bukari, doelpunt. Ja, hier laat Wimbledon zich weer van de slechte kant zien. 5-2. Wrexham natuurlijk tevreden, denk ik, met het resultaat, ondanks de twee tegendoelpunten. Daar was Wimbledon weer. Alvarez netjes gezien. Hij kan wel schieten. Laat hij ook wel zien. Alleen ja, het was een redelijk makkelijke bal voor de keeper. Dat komt ook vanwege de hoek waar het natuurlijk gewoon was. Aboubakar kwam hier goed voor de man. Alleen krijgt hem niet goed op zijn borst. Maar dan is het Wrexham die toch weer dominant begint te worden aan het einde van de tweede helft. Toch wel een beetje zonde, want Wimbledon heeft gewoon wel een goede wedstrijd gespeeld tegen dit Wrexham. Als je kijkt hoe makkelijk Wrexham de goals maakte, heeft Wimbledon het hier Wrexham moeilijk gemaakt. Ondanks de score kan je alles over zeggen, maar het is gewoon geen slechte score van Wimbledon. Oké, 5-2 overwinning. Zijn we tevreden mee? Ik denk niet dat we hebben ons doel gehaald. En we staan zelfs eerste, want Plymouth heeft weer eens gelijk gespeeld. Dus we staan nu eerste op doelsaldo. Dames en heren, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet dan vast zeker niet op de duimpje omhoog te klikken. En natuurlijk vast te abonneren voor meer. En dan zien we jullie graag later bij de volgende video. Later mensen.